Flag football is een gemengde teamsport waarbij de belangrijkste spelprincipes zijn afgeleid van het American football. Tackelen is niet toegestaan. Flag football is een ontwijkingssport. Het afpakken van een flag die bevestigd is aan de riem van de spelers simuleert de tackle en stopt de aanval. Elk team bestaat uit twee groepen van vijf spelers. De ene groep is de aanval en de andere de verdediging. Ze staan om de beurt in het veld. Terreinwinst staat centraal. Het doel van het spel is om punten te scoren door de bal in het doelgebied, de endzone, van de tegenstander te brengen. Een wedstrijd is verdeeld in twee helften van 20 minuten speeltijd. Het speelveld is 70 yards lang en 25 yards breed. Het aanvallende team moet in vier pogingen minimaal het midden van het veld bereiken om balbezit te houden. Als dat lukt, verdienen ze vier nieuwe pogingen om met de bal in de endzone te komen en een touchdown te scoren. Een touchdown is 6 punten waard. En na iedere score krijgt de aanval een kans om 1 of 2 extra punten te verdienen. In deze tactische sport, waarbij de aanvalscombinaties oneindig zijn, kan op twee manieren terreinwinst worden geboekt. Over de grond. De quarterback geeft de bal aan een medespeler die probeert terrein te winnen door met de bal te gaan rennen. Door de lucht. De quarterback gooit de bal in de richting van een medespeler die de bal moet vangen om terreinwinst te boeken. Het team met de meeste punten aan het eind van de wedstrijd wint.